Ik ben Thomas, ik zit op de Butte, ik ben 12 jaar en woon in Bourg-Compagnie. Nou, ik heb een boek van Jacques Vriends, Meester Jaap gaat nooit verloren, tekeningen van Annette Schaap en van Holkema en Warenhof zijn de producten uitgevers. Nou, het gaat over een groep 7 die, wat was het? Over een groep 7 die best wel druk is en allemaal avonturen mee beleeft. Het gaat over de stiekem plasser en dan komen ze erachter dat het helemaal iemand anders is dan die bij hun in de klas zit. Meester Jaap en de stiekem plasser. Gadverdamme, zegt Joris als hij weer de klas binnenkomt. Hij is naar de wc geweest. De hele groep zit rustig te werken en kijkt verbaasd op. Wat is er, Joris? Vraagt meester Jaap. Er heeft weer iemand over de plee gepist, roept Joris. Joris bedoelt dat er iemand over de bril van de wc heeft geplast, zegt meester Jaap. Dat doen jongens altijd, roept Vera. Hoe weet jij dat nou? Vraagt Aliel. Van mijn broertje. Die plast thuis ook altijd over de bril. Meester Jaap schrijft op een stuk papier. Eerst de bril oplichten en dan goed richten. En geef dat aan Joris. Hier, hang dat maar in de wc. De volgende dag schuift Thijs de groep binnen. De stiekem plasser heeft weer toegeslagen. De hele groep schiet in de lach. Maar meester Jaap moppert. Wel potverdorie, nu wordt het gek. Ik kan moeilijk met alle jongens meegaan om te kijken wat ze uitspoken. Zet een videocamera in de wc, stelt Mirjam voor. En ze begint meteen te giechelen. Ja, hé, roept Ibrahim. Dan ga ik nooit meer. Meester Jaap schudt zijn hoofd. Dat wordt niks. Zo, maar ik weet al wat ik ga doen. Telkens als een jongen naar de wc is geweest, dan ga ik even kijken. En dat doet hij ook. De kinderen worden er wel een beetje melig van als hun meester steeds de klas uitloopt. Maar het helpt wel. De bril blijft droog. Tot Bert 's middags terugkomt. Meester, meester, de hele bril is weer nat. Nu snappen ze er niks meer van. Het moet dus iemand anders zijn, zegt meester Jaap. Maar hoe komen we daar nou achter? Thijs heeft een idee. Hij heeft thuis bij zijn kamerdeur een alarm gebouwd. Dat zal hij mee naar school nemen. De volgende dag leggen Thijs en Aliel het alarm aan. Vanaf de wc-deur loopt een draadje onopvallend de klas in. Als iemand de wc open doet, gaat er in de klas een bel. Telkens als een van de jongens gaat, rinkelt de bel. De kinderen krijgen er wel de slappe lach steeds van, maar het werkt wel. Want ineens gaat de bel. Terwijl iedereen in de klas zit, meester Jaap stormt de gang in en de hele groep komt achter hem aan. Bij de wc staat een beteuterd jongetje. Het is Rikje uit de kleutergroep. De stiekem plasser, roept de klas in koor. Rikje barst in snikken uit, maar meester Jaap stuurt alle kinderen naar binnen. Ik zal wel even met hem praten, zegt hij. Even later komt de meester de klas in en hij vertelt lachend. Rikje wilde ontzettend graag bij de grote jongens plassen, maar de wc is te hoog voor hem. Daarom ging alles eroverheen. Maar hij zal het vast nooit meer doen, want hij is vreselijk geschrokken. Ineens gaat de bel weer. Alle kinderen stormen naar de gang. Daar zien ze de conciërge die de wc wil gaan schoonmaken. Wat krijgen we nou, roept de conciërge. Haal dat alarm er nou maar weer af, zegt de meester tegen Thijs. Thijs knikt en antwoordt vol trots. Ja, want het wc-brilmysterie is opgelost.